als je de verleiding moeilijk kan weerstaan om dieren en insecten aan te raken of op te pakken, mag je deze video niet missen. We bekijken 10 dieren die je nooit moet aanraken als je niet met hevige pijn, huiduitslag, andere ernstige gezondheidsklachten of zelfs de dood geconfronteerd wil worden. 10. Vogelbekdier. De platypus of het vogelbekdier is een klein, opmerkzaam zoogdier dat alleen in Australië en Tasmanië voorkomt. Het is het enige nog levende lid van de familie van de vogelbekdieren en zijn de enige eierleggende zoogdieren in de wereld. Het meest opvallende aan het vogelbekdier is zijn snavel dat veel op een eendenbek lijkt, met als verschil dat deze zacht en flexibel is en als tastorgaan wordt gebruikt voor de jacht op prooidieren op de bodem van rivieren en meren. Kom je op vakantie in Australië een vogelbekdier tegen, weet dan dat het een beschermd dier is en dat je hem liever niet kunt aanraken. Hij is namelijk een van de weinige giftige zoogdieren. Aan de enkels van beide achterpoten hebben de mannetjes een holle hoornige spoor die verbonden is met een gifklierende dij. Dit spoor gebruiken ze in gevechten met andere mannetjes in de paartijd. Het gif is niet dodelijk voor mensen, maar veroorzaakt een extreme slepende pijn. Een hond zal echter een prik van het vogelbekdier, wanneer hij zich bedreigd voelt, niet overleven. 9. Afrikaanse kuifrat. Veel dieren, vooral de kleinere soorten, hebben natuurlijke vijanden waartegen ze verschillende natuurlijke verdedigingssystemen hebben gevormd. De Afrikaanse kuifrat heeft in dat opzicht wel een van de meest buitengewone afweermechanismen die bekend zijn uit het dierenrijk ontwikkeld. Wetenschappers hebben ontdekt dat deze intelligente rat op de wortels en schors van een zeer giftige boom kauwt en het dodelijke mengsel vervolgens op zijn huid smeert. Een rat die je dus beter niet zou kunnen aanraken. Hoe was het mogelijk dat het diertje in staat was de behoorlijke dosis gif, dat overigens door jagers werd gebruikt om olifanten te doden, te overleven? Lange tijd werd gedacht dat het hier om een giftige rattensoort ging. Er waren verschillende gevallen van honden die dood neervielen nadat ze deze rat hadden gebeten. Totdat de grote ontdekking werd gedaan dat de rat gebruik maakte van een giftige plant om zichzelf te beschermen. De Afrikaanse kuifrat is een extreem langzame rat die wanneer hij wordt aangevallen niet hard wegrent, maar verstijft en zijn speciale kuif met giftige haren tevoorschijn laat komen. Een roofdier dat zo'n giftige hap overleeft, loopt een volgende keer met een grote boog om de kuifrat heen. 8. Komodo-varaan. Komodo-varanen staan bekend als grote giftige hagedissen die in het zuidoosten van Indonesië, met name op het eiland Komodo, voorkomen. In het Nationaal Park Komodo leven grote aantallen van deze reuze hagedissen en er is veel onderzoek gedaan naar hun leefwijze en voortplanting. Vroeger dacht men dat het gif voortkwam door vele bacteriën in hun bek. Later ontdekt een wetenschappelijk team uit Australië dat de Komodo-varaan over een stel goed ontwikkelde gifklieren beschikt. Het gif verlamt de prooi, waardoor deze zich niet kan verzetten tegen de aanval van de varaan. Uit het onderzoek bleek dat het systeem van gifproductie bij de Komodo-varaan veel ingewikkelder is dan bij slangen die slechts een enkele gifklier hebben die naar hun hoektanden leidt. Komodo's hebben meerdere gifklieren tussen hun scherpe gekartelde tanden. Ze gebruiken een tactiek van bijten en trekken waardoor het gif in de wonden van hun prooi terechtkomt, hetgeen de Komodo-varaan zo dodelijk maakt. 7. Spinnendoder. De Tarantula hawk, in het Nederlands bekend als spinnendoder, is een grote wesp die een behoorlijke pijnlijke steek veroorzaakt. Mocht je per ongeluk door deze wesp zijn gestoken, dan wordt je aangeraden om zo stil mogelijk te gaan liggen en het uit te gillen van de pijn. Hij komt voor in het zuidwesten van de Verenigde Staten en is in feite een slimme parasiet die het voornamelijk op tarantula's heeft gemunt, vandaar zijn naam. Een gif dat de hevige pijn bij mensen veroorzaakt, gebruiken ze om de tarantula te verlammen en naar een hol te slepen. Vervolgens legt het vrouwtje haar eitje in de spin, waar er een larve uitkomt die de tarantula in de loop van een paar weken levend verslindt. Tarantula hawks hebben bijna geen natuurlijke vijanden, omdat geen enkel dier of mens met het ongerief van hun steek geconfronteerd wil worden. Het zijn overigens alleen de vrouwtjes die steken, wat ook nodig is voor het leggen van eitjes. Hun voedsel bestaat uit nectar en in het regenseizoen waarin alles bloeit, nemen hun aantallen ook toe. En daar zit niemand, en zeker de tarantula's niet op te wachten. 'De meest dodelijke schorpioen ter wereld is de rode schorpioen uit India, Oost-Pakistan en Oost-Nepal. In tegenstelling tot zijn naam is de rode schorpioen niet per se rood, maar zijn kleur varieert van roodbruin tot oranje en bruin. Als mens zou je geen last van deze schorpioen hebben, maar dan moet je hem niet oppakken, want dan zal hij zichzelf verdedigen. Vooral kinderen moeten oppassen, want hun gif kan dodelijk voor hen zijn. De rode schorpioen houdt van vochtige tropische gebieden en is een carnivoor. Favorieten op zijn menu zijn kakkerlakken en kleine hagedissen en ratten. Ondanks hun dodelijke gif worden rode schorpioenen vaak als huisdieren gehouden. Verder worden ze ook gekweekt en gebruikt voor medisch onderzoek. De bestanddelen van hun vergif kunnen worden gebruikt in medicijnen voor auto-immuunziekten en behandeling in de dermatologie, kankerbestrijding en antimalaria medicijnen.
In India en Nepal komen schorpioenensteken vaker voor, want hoewel hij niet agressief is, wordt er wel eens op hem getrapt of komt men op een andere manier met hem in aanraking. 5. Blauwgeringde octopus. Op het eerste gezicht ziet de blauwgeringde octopus er best aantrekkelijk uit en de verleiding kan groot zijn om hem op te pakken. Toch raad ik je aan om deze kleine, op een golfbal lijkende octopus niet aan te raken, want met zijn gif kan hij je heel snel doden. De blauwgeringde octopus komt oorspronkelijk voor in de stille oceaan en de zachte, zanderige bodem van ondiepe getijdenpoelen en koraalriffen. Het zijn schuwe dieren die zich, als het niet noodzakelijk is, voor voedsel of het zoeken van een partner, schuilhouden in spleten, schelpen of zeeafval. Zijn naam dankt hij aan de felblauwe ringen die op zijn huid verschijnen als hij zich bedreigd voelt, een duidelijk waarschuwingssignaal naar zijn vijanden toe. En dat kunnen ze beter serieus nemen, want van alle octopussen behoort de blauwgeringde octopus tot de meest giftige. Met hun gif kunnen ze 26 mensen binnen een minuut doden en hij wordt gerekend tot de gevaarlijkste dier in de oceaan. Het gif wordt geproduceerd door symbiotische bacteriën in de speekselklieren van het dier en is giftiger dan dat van alle landzoogdieren. Er is geen tegengif bekend, maar slachtoffers kunnen worden gered als onmiddellijk wordt begonnen met kunstmatige beademing. 4. Aziatische reuzenhorsel. Het is geen pretje om door de Aziatische reuzenhorsel gestoken te worden. Het is zeer pijnlijk en voelt aan alsof je door een gloeiend hete naald wordt gestoken. Daarnaast blijft de angst er ook nog goed in zitten. Het gestoken gedeelte zwelt sterk op en de pijn blijft een paar dagen aanhouden. Verhalen over de pijnlijke steek van deze horsel maken hem niet bepaald geliefd. Hoewel het gif van bijvoorbeeld honingbijen krachtiger is, kunnen die maar één keer steken. Reuzenhorsels kunnen echter wel 10 maal steken en zo'n hogere dosis gif verspreiden. Het gif van deze reuzeninsecten van wel 2,5 centimeter bestaat uit een mix van verschillende chemicaliën. In Japan veroorzaken reuzenhorsels zo'n 30 tot 50 doden per jaar, maar die zijn vaak het gevolg van allergische reacties op de steek. Als je hen niet lastig valt, zullen ze je in de meeste gevallen negeren. De aanvallen komen doordat mensen hun nesten ernstig verstoren. Reuzenhorsels zijn ook de enige soort die een waarschuwing geven voordat ze steken. Ze vliegen heen en weer terwijl ze een geluid maken met hun onderkaken, wat een intimiderend effect heeft. 3. Braziliaanse zwerfspinnen. Braziliaanse zwerfspinnen behoren tot de giftigste spinnen op aarde. Geen spin om zonder handschoenen aan te raken dus. Ze worden ook wel gewapende of bananenspinnen genoemd en behoren tot het geslacht Phoneutria, wat in het Grieks moordenares betekent. Zijn beet kan dodelijk zijn voor mensen, vooral voor kinderen. In het Guinness World Book of Records werd de spin meerdere jaren als meest giftige spin in de wereld genoemd. Maar volgens sommige wetenschappers is dat een omstreden titel, want zijn dodelijkheid hangt af van de hoeveelheid geïnjecteerde gif. Braziliaanse zwerfspinnen zijn grote spinnen met lichamen van zo'n 5 centimeter en poten met een spanwijdte van 15 centimeter. Ze variëren in kleur, maar ze zijn grotendeels bruin met zwarte vlekken. Hun naam hebben ze te danken aan hun vooral nachtelijk zwerfbestaan. In tegenstelling tot andere spinnen maken ze geen web. Bij bedreiging zullen ze hun 2 eerste paar poten omhoog brengen als waarschuwingsteken. Zoals veel andere giftige dieren zijn hun beten een zelfverdedigingsreactie en zullen ze nooit aanvallen als ze met rust worden gelaten. 2. Poesmotrups. In het zuiden van de Verenigde Staten en Centraal-Amerika komen we de giftige poesmotrups tegen. Het is de giftigste rups van Amerika en heeft velen in het ziekenhuis doen belanden. Deze rups is traanvormig en heeft lang zijdezacht haar, waardoor het lijkt op een plukje katoen of bont. Zorg er echter voor dat je hem niet oppakt, want als zijn haar in aanraking komt met je huid, kan hij hevige branding, pijn en ernstige huiduitslag veroorzaken. Soms kunnen er nog ergere bijverschijnselen optreden, zoals zwelling, misselijkheid en ademhalingsmoeilijkheden. De rups is ongeveer 2,5 centimeter lang en de haren doen aan de vacht van een Perzische kat denken, vandaar ook de naam poesmot. De rups ziet er zeer aaibaar uit en vooral kinderen willen zo'n schattige rups even aaien met alle nare gevolgen van dien. De pijn kan soms tot op het bot gevoeld worden en wel 12 uur aanhouden. In gunstige weers- en voedselomstandigheden kunnen de populaties van poesmotrupsen heel snel toenemen, waardoor het aantal slachtoffers toeneemt. Iets wat je zeker wel mag aantikken is het abonneerknopje om je te abonneren op het Top 10 kanaal. Een duimpje omhoog vind ik helemaal geweldig en als je het belletje klikt mis je geen van de nieuwe video's. Zeker doen dus! Ten slotte de nummer 1 van vandaag, kussende wantsen. Kussende wantsen zijn bloedvoedende insecten die worden gevonden in het zuiden en westen van de Verenigde Staten, Mexico en delen van Midden- en Zuid-Amerika. Een kus van deze wants is in werkelijkheid een beet die ze waarschijnlijk in je slaap geven. De meeste beten zijn onschadelijk, maar in enkele gevallen kunnen ze allergische reacties veroorzaken of ziektes verspreiden. Heel zelden leidt de beet van de kussende wants tot harte aandoeningen of een plotselinge dood. Deze wantsen hebben bruine of zwarte vleugels, soms met een ring van rode, oranje of gele strepen op de rand. Ze worden ongeveer zo groot als een cent.
Andere namen voor kussende wansen zijn kegelneuswansen, bloedzuigers, cintjes en triatomenwansen. Net als muskieten en teken hebben kussende wansen bloed nodig om in leven te blijven. Hiervoor gebruiken ze dieren zoals honden, maar ook mensen. Ze kussen in de avonduren meestal rond de mond en ogen en het is moeilijk om hun beet te onderscheiden van die van andere insecten. Hun beet doet geen pijn en je wordt er niet wakker van. Pas als je wakker wordt merk je dat je nachtelijk bezoek hebt gehad. Fijn dat je tot het eind hebt gekeken. Ik hoop dat je het een interessante video vond en zult uitkijken wanneer je een exotisch dier tegenkomt. Vertel me over jouw ervaringen met een giftig dier in de comments. Ik ben benieuwd.